ben Jan Peters. Ik ben een fervent wielerliefhebber. Ik ben getrouwd. Ik had 3 kinderen. Helaas hebben ons handje met z'n 8 jaar al af moeten geven. Verder ben ik gek van de wielersport. Vandaar ook dat we hier vandaag zitten. Ik heb een werkzaam leven achter de rug bij Punoc, PTT, Post. Ik hou van alle sporten. Ik voel me nog goed. Ik fiets nog. En als God belief voor 14 juli 83. Waarom ik er Geert Ossebos graag bij had. Wij zijn meer dan 50 jaar vrienden. Hij was een voortreffelijk coureur. Ik was voorzitter van de RNTC Wilhelmina. En we hebben nog eigenlijk wekelijks, of eigenlijk hebben wij nog contact. En wat ik niet weet, weet Geert wel en andersom. En ik steek hem een pluim op, want hier boven het hele gebeuren wat er is en van Bert Ossebos, dat houdt Geert allemaal bij en hij doet dat op een meer dan voortreffelijke manier. Geert Ossebos, niet alleen een geweldige coureur geweest, maar ook een geweldig mens. Ja, ik ben Geert Ossebos. Ik ben geboren in 1951, dus respectabele leeftijd van 70 bereikt. Ja, en eerst gevoetbald. Toen op 15-jarige leeftijd ben ik besmet geraakt met de wielerbacil. Zat wel bij ons in de familie overigens. En dan heb ik een carrière gekend van zeg maar heel intensief 15 jaar. Ik heb geprobeerd dan om nog eens ooit prof te kunnen worden, maar daar kwam ik helaas net iets voor tekort. Maar toch een hele fijne carrière gehad en ik zou het direct weer overdoen. En daarna ben ik weer terug gaan voetballen en ik heb 2 kinderen, ik heb 3 kleinkinderen en ik heb een leuke vriendin en en ik woon in Eindhoven. Ja, waar heb ik met Bert? Ja, dat was een heel klein manneke was het nog, toen was ik aspirant. En ik weet nog goed, dan ging hij met mij overal in de koersen in de camping. Daar ging ik altijd met de fiets naartoe. En daar koersen en terug. En dan reed hij met mij mee. Maar toen was hij pas 6-7 jaar en hij ook op de fiets. En dan kwam hij ooit meer dood als levend thuis. En toen kon niemand zien dat daar zo'n geweldig talent in zat. Dat merkte ik pas enkele jaren later, toen hij, met name toen hij junior was. En toen nam ik hem ooit mee en ging hij ooit met mij trainen en dat ging hoe langer hoe rapper. En op een gegeven moment dacht ik, dit is onvoorstelbaar, zo iemand heb ik nog niet meegemaakt. Die mij zo af laat zien. En die jongen is bijna 7 jaar jonger dan ik. En ik was al een beetje gerijpt bij de amateurs. Ik denk, welke kant gaat dit op? En Bert was als een broer van mij. Het was een beetje een timide jongen. Was ook nooit geen grootspraak. Maar Jan die weet het ook, Bert, als het maar op een beetje, ik noem het altijd, qua jongen streken, daar was je altijd voor in. En je kon er geweldig mee lachen als we met renners onder elkaar waren. Maar buiten dat was je altijd wel rustig iemand. Ik heb laatst het interview met Frans Bruinings. Dat is ook nog een vriend van mij eigenlijk. En dat was Frans. En toen waren we aan het trainen en toen pakte hij tussen Diesje en Hapert zijn pak hooi op. En die gooide hij achter bij Frans in zijn achterwiel. En in één keer zat dat wiel helemaal dicht. En Bert was een tijdrijder en hij zei, hey, daar vraag ik patent op aan, want dan ga ik mijn tijdritten mee rijden. Terwijl Frans een uur moest plukken voordat de wiel weer zuiver was. Was wel, en zo streken had hij. Dat Jan mij nou in de bloemetjes zet en dat, ik vind het eigenlijk, voor mij is het maar gewoon wat ik doe. Maar ik vind het wel bijzonder dat ik dus met Jan al 50 jaar vriend ben, meer dan 50 jaar al. Dat is heel bijzonder. Nou, ik vind, Bert Ossebos is eigenlijk als wielrenner altijd
door de grote menigte tussen haakjes onderschat geweest. Want ik weet, ik heb met hele goede renners gekoerst. Met Jan Raas, met Kneteman, met Kuiper. Ik heb ze ook, sommige van die mannen gesproken. En die zeggen allemaal hetzelfde. Er was niemand die harder met een fiets kon rijden als Bert Oosterbos. En de laatst zei zelfs nog iemand, Jan was er ook getuige van, Jan van Katwijk. Hij had zelfs nog iets meer potentie wat hardrijden betreft als een Eddy Merckx. En als iemand, en ik heb daar zelf meegemaakt. Er is die renners als Raas en dergelijke die ik net noemde, konden mij op het vlakke niet uit wiel rijden. Niemand niet. Hij was de enigste. Ik was nogal een beetje druistig. Ik moest nogal eens tot de orde geroepen worden door we hadden meesters trouwens. 1 jaar maar. En toen hadden we, en daar heb ik niet zo'n fijne herinneringen aan, toen hadden wij fraters. Maar ik was veel, zoals een veeling, veel te speels. Ik heb ook... Mijn vader zei, je gaat naar een ambachtsschool, je moet machinebankwerker worden. Nou, ik kan nu nog steeds mijn handen niet gebruiken. Ik moet het meeste met mijn stem doen. En mijn vrouw is thuis veel handiger als ik. Van een lamp indraaien tot noem maar op. Kortom, die ambachtsschool was een geweldige miskleun. Ben ik ook na een jaar afgegaan. En vroeger was het dan maar mee werken. Maar ik had wel graag... naar de Mulo gegaan toen de tijd of zo. Maar ja. Ja, het was eigenlijk andersom. Carl Weidenis, die had alles tegen mij gezegd. Want toen was ik al lid van de RNT, Sebelemina. En de vader van Hans Koot, Kees Koot, ook een voortreffelijk wielrenner geweest. Dan zaten we na de vergadering. Dan bleef er een select gezelschap over van een man of 10. En dan was het hetzelfde wat ik straks al tegen u gezegd heb van Jan, zing een keer. En er was nog een jongen, die kon ook niet fietsen, net zo min als ik. En dat was een hele goede bariton. En die zei toen tegen mij, dan zullen wij, ik geef jou die partituur wel, het duet uit de Parelvissers zingen, Le Peur, Le Fleur. En zo ging dat. En toen zei ik, Cor, jij moet iets met die stem gaan doen. Maar toen was ik al 14-jarige jongen, was ik door mijn moeder... met, vroeger noemden ze een drollenvanger, zo'n pofbroek, aan het handje, naar het grote koor La Bonne Espérance gebracht. Dus daar was ik de jongste zanger. En toen is de grote fout door mijn lieve grootvader gemaakt, want ik bleef maar zeuren om een renfiets. Toen heb ik een jaar later of zo een renfiets tweedehands gekregen van hem. En toen had Piet van der Goor, destijds de dirigent van La Bonne, die ging mij gratis bijlessen geven in operettemelodie. Dus ook in de dingen nog een partituur gehaald. Maar ik kreeg die fiets. En zo zit Peters in elkaar. Het was gebeurd met... En ik kon niet fietsen. Tenminste niet... ik herhaal dat nog maar een keer met mijn hand uitsteken in de bocht. Ik kon het echt niet. Toen in de boksport gerold en dat was het. En Carl Weidenis is eigenlijk de aanstichter geweest. Was ook een geweldige microfonist, ook een goede coureur. En Carl die zei, jij moet aan de micro gaan. Dat gaat gewoon. Ik bedoel, op een parcours heb je natuurlijk een microfoon nodig. Maar als ik me echt zet, dan bij feeststempartijen en noem maar op. En zo is het ook met het zingen, volle stem, zeggen ze... Maar goed, dat voel je zelf natuurlijk ook wel. En nu, wat ik wou zeggen, die Peters met zijn basstem. Maar ik was een eerste tenor. Kreeg daar een tip voor te horen en hun meteen erachteraan. Daar heb je het weer. Het gaat niet om hoeveel mensen dat je kent, maar wie je kent. Dus ik heb André Jansen gebeld in Amsterdam en ja... Die heeft ook nog een boost gegeven, want iedereen wilde wel een stuk van die baan hebben. Als herinnering, als noem maar op. Tegenwoordig is het, ze zeggen tik, 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 tik. En je weet precies van, die coureur die je daar, noem maar op. Maar in mijn tijd moest ik nog een krantje, in België liet ik dan komen,
waar veel uitslagen in stonden. En noem maar op. En zo ben ik dat gaan verzamelen. En dat had ik gelijk in die map zitten. En, maar daar maak ik bijna geen gebruik van. Want ondanks een jaar ambachtsschool kon ik toch gruwelijk goed onthouden. Want als ik een coureur aan zag komen, wat ik in die tijd veel mooier vond als nu, met zijn grote zonnebrillen en noem maar op. Toen was het nog met die, fijn, je weet alle van de omloop van de Kempen, dus zoals ze daar reden. En als ik aan de Kempen denk, dan denk ik natuurlijk aan de mooie mensen die ik mocht huldigen. Maar vooral ook aan het huldigen met de pastoor, met de geweldige man, daar maak ik dan al nog even een praatje mee en zo. Maar ook natuurlijk aan de man die ook dodelijk verongelukte. Dan houden ze je aan, Albert Donkers, die ons autootje aan. Wij kwamen naar de meet toe, toen reed je nog voorop hè, met die auto. En die zei, Jan, ik moet iets verschrikkelijks vertellen. Zo'n Kees Evers is al na enkele kilometers, en die is overleden. Waarop Suzanne Groeneveld, die was toen de journaliste nog van de krant, schreef, de razend enthousiaste Jan Peters was in tranen aan de meet. Want Kees Evers fietste toen de tijd bij ons, bij Geert en mij, in de ploeg. Ik was toen ploegleider ook nog bij mijn dingen van R&B Glas. En die reed bij ons. En die ouders waren overal mannen. En toen niet. Die zaten toen met een familiebijeenkomst in Maastricht op het terras. En zo hebben we die mensen moeten zien te bereiken. En Kees was er niet meer. Maar onthoud ook de mooie dingen van de omloop van de Kempen. Een van de mooiste wedstrijden die ik heb mogen doen. Ik heb ruim 20 keer Olympia's ronde gedaan. De Ronde van Nederland met, noem maar op, niet te vergeten de Ladies Tour waar ik mee begonnen. Ik dacht vrouwenwielrennen, toen kreeg ik nog, is gevaarlijk om een naam te noemen, maar een of andere mevrouw die won toen en die was nogal uitgezet. Verschrikkelijk. En dat beeld dat bleef me hangen, maar toen kwam Vosje, kwam Leontien, noem maar op, toen waren het allemaal atletes. En nu hebben we de beste wielrensters van de hele wereld. Nou, John, die heb ik natuurlijk leren kennen bij Jan Giesbers gefietst, bij PDM. Een rijke carrière. Ik heb hem diverse keren mogen huldigen. John, die een beminnelijk mens ook. Maar een leuke anekdote misschien is dat Jantje, die reed mee met de dingen. En opa, oma, familie, zoals dat bij het jeugdwielrennen ging. En Jantje werd geklopt. Jantje werd tweede. Ja, hoe ik hem een gekke kop haal, dat weet ik niet. Maar dan heb ik weer iets. Dus ik onmiddellijk naar hem toe. Ik pak zijn fietsje. Ik druk op zijn bandje. Ik zeg, Jantje. Want hij was bijna in tranen, hè, die geklopt werd. Ik zeg, wie heeft die fiets van jou geprepareerd? Ja, ons papa, meneer. Ik zeg, jullie papa? John van den Akker, ja, zegt hij. Ik zeg, die banden zijn veel te slap. Ik zeg, daarom ben jij geklopt. Leuk eraan toe te voegen is dat ik, toen ik dat voetbalgala bij PSV nog deed, Jantje zijn broer ook, die was de Koendille trofee, heet dat. Die was topscorer geworden in de vierde, derde klasse, weet ik het. En zo. En toen hebben we samen aan de micro daar dat nog even aangehaald met helaas. Is ook het laatste geweest. Toen had ik Willy van der Kuijlen voor de prijzen uit te reiken. En toen kwam zijn vrouw al naar me toe van, Jan, laat hem niks zeggen, want het gaat niet goed met Willy. Maar dat heeft hij nog op een geweldige manier gedaan. En hoe kun je trotser zijn als de Koendille trofee te krijgen van Mr. Willy van der Kuijlen. Blijft heel je leven bij. Ja, hoe flik je dat een beetje met handen en voeten? Ik zeg dat gewoon eerlijk. Rien van Oorik die spreekt zijn talen meer dan voortreffelijk. Ik, of meer dan voortreffelijk in ieder geval. Veel en veel beter als ik. Ja, ik improviseerde maar een beetje op dat gebied. Je weet, als je een Spanjaard aan de micro hebt,
dat je het natuurlijk zo kort mogelijk moet houden. Of hij dan wel naar het wereldkampioenschap ging, dat zat erin gebakken bij mij. En dan ik heb een goede leerschool gehad natuurlijk in al die Olympiastouren die ik heb mogen doen. Waar mensen zeiden toen ik de eerste keer daar naartoe moest, Peters, daar hou jij nooit vol, dat zijn allemaal Amsterdammers, heel die organisatie. Ik zeg ja en dan? Ik zeg nou, en na 3 jaar schreven ze van Jan Peters de stem van Olympiastouren. Maar het was wel even wennen, hè. Van, ik zie Ricky nog, Ricky Versteenberg is ook dikwijls bij jullie geweest. En dan moest je zijn vader hebben en dat je, hey ouwe, kom eens even. Ik ga even meteen er naartoe natuurlijk. Ik zeg, wat zeg? Nou ja, dat is toch mijn ouwe. Daar moest ik echt aan wennen. En, maar ik was niet op mijn mondje gevallen, sorry dat ik het zeg. Maar ik heb het al met liefde en plezier gedaan. En dan had ik Russen, Italianen, Polen, Tsjechen. En ik weet nog dat we de Italiaanse baanploeg hadden. Die reden alles in de gort. De baanploeg, hè? Met Citon en zo. Die jongens die wonnen alles. Ja, hoe flik je dat? Je maakt een paar opmerkingen. Een klein beetje Engels doorspekt met Duits. Of dat maakt niet uit. En die jongens, als je 10... mannen, behalve Nederlanders dan, hè, want die zijn door elkaar allemaal. Ik heb Belgen aan een vertrek gehad. Die bleven je aankijken en die zeiden niks. En ik ben een liefhebber van het Belgische hele gebeuren. Ja, om daar een definitie van te geven is heel erg moeilijk. Wat is dat? Op een gegeven moment dan kom je met mensen in aanraking die dat baksel al bij zich dragen. En dan ga je daar een beetje jezelf, tenminste dat deed ik, in verdiepen. Dan ga je lecturen, heb je, verzamel je. Ik heb heel veel wielerboeken. En wat is de mens achter de wielrenner? Daar kan je zo'n prachtige verhalen van. Ik ga vorige week ga ik mijn fietstochtje maken. Ik ben hier bij de Karpendonk. Ik denk, ga hier even op het bankje zitten, even naar de eenden kijken, noem maar op. Maar daar reden wij voor de wereldbeker, de veldrit rond de Karpendonk. Geweldig gebeuren met die hindernissen erin, met een grote feesttent. De hoofdsponsor Hans Brus, die lieten we in een grote luchtballon opstijgen. Dan zit ik daar te mijmeren en dan zie ik dat gewoon weer gebeuren. Dat wielrennen, dat kruipt in je bloed. Kijk, zingen is bij mij het allervoornaamste. Ik ga op mijn kamertje apart zitten, dus Jan er geen last van heeft, of schoon ze inmiddels ook graag dit hoort. En dan draai ik. Je zou dat eens moeten doen bijvoorbeeld. Pavarotti was mijn grote favoriet, Luciano. En dan zijn lijflied, hè, Nessun Dorma. En dat doe ik dan om 7, 8, 9 verschillende tenoren. En er zijn goede tenoren, pas op hè, als je even wil zoeken. En die laat ik allemaal, en dan zit ik op mijn gemak, Nessun Dorma zingen. En dan ben ik er niet meer. Dan dat kruipt in me. En dat kun je ongeveer vergelijken met de wielersport. Op een gegeven moment dan heb je dat. En dan moet je thuis opletten dat je niet telkens over dat wielrennen begint. Maar mijn vrouw ziet heel graag sport. Daar heb ik geluk mee. Dus wij zitten samen het voetballen te kijken, het boksen, het wielrennen, noem maar op. En dan maakt ze wel eens ooit opmerkingen. En dan zei ik, Jan, we gaan nou lekker kijken, meisje. Hou even je mondje dicht. En, want A, je weet er niks van. En daar hoort ze nou toch niet aan, nee. En B, het is veel leuker om alleen maar te luisteren. We hadden inmiddels alles hier uiteraard. Hè. Ons 50 jaar huwelijk hebben we nog in het PFV-stadion kunnen vieren. En in de verlenging, waar ik ook weer dat voetbalgala presenteerde. De vader van Paul, van Kemenade, Harry en Mies. Dat waren goede vrienden van ons. Gingen we elke maand een keer mee eten. Ik zeg, 60 jaar getrouwd, dan doen we het hier maar in het hele wielergebeuren. Ik heb hier ook mijn 80ste verjaardag gevierd. Maar ik hoef dat jullie niet te vertellen. Iedereen heeft er last van. Misschien nog. En
het corona gebeuren. En toen werd het 61 en toen zei ik nee. Dat gaan we niet meer doen, het is voorbij. En nou ga ik nu zeggen, nou dan gaan we ons 60 jaar huwelijk vieren. Ik heb ook nog geloof ik 14 dagen verkering gehad of zo. Dus dan moet ik er ook nog bij tellen. Ja, iets meer dan een jaar, maar daar had de Peters weer. En dus altijd op ons handje na. En dan met onze Jan heb ik ook verteld. Ja, echte vrouw die achter de vent staat. En dan zei ik, Olympia's Tour was toen nog 10 dagen. De Ronde van Nederland, 6 dagen. Het vrouwenwielrennen gebeuren, de Holland Ladies Tour. Van de eerste af aan gedaan, was je ook weer 8 dagen weg. De ZLM Tour wat nu is, dat was toen, had nog een andere benaming. Nou, die heb ik ook van het begin af aan mogen doen. Daar ben ik niet trots, vind ik het goede woord niet, maar daar ben ik blij om. Dat ik in de gelegenheid gesteld ben om dat allemaal te kunnen en mogen doen. Ik heb toen dat met Hans gebeurde, toen heeft Harry Vergessel, destijds sportcommissielid van de KMU, toen hadden we nog het blad de Wielersport. En daar stond in Hansje Peters, het jongste lidje van de KMU, wat ons ontvallen is. En ja, hoe ga je daarmee om? Je bent er niet. Mijn vader die kwam dan bij me zitten. Ik bleef, we woonden in de Matthijs Laanjeslaan en dan keek ik naar de poort achter het padje. En dan dacht ik, daar komt hij achterom gefietst, dan is hij wezen trainen. En dat heeft zo maanden en ik praatte niet meer. En toen zei mijn vader, jongen, want toen had ik dat, ik kon ook niet mijn eigen uiten op dat moment. Ik deed niks meer aan de microfoon. Ik ben toen een tijdje gestopt. En, want ik kon het jeugdwielrennen waar ik nu zo'n fervente supporter van ben. Dat kon ik dan niet meer zien, want dan zag ik ons Hansje ook fietsen. En onder Jan fietsen ook. We gingen elke week, hup, de fietsers in de auto. Ik stond daar meestal aan de microfoon. Jan vond dat geweldig. Ik kende al die moeders. Zaten bij elkaar, kopje, je kent dat wel. En dat houdt dan in één keer op. En ja, ik ben katholiek van thuis uit. En ik bid elke avond nog, als ik even voor de foto van Hans zit. Dan zo dikwijls gevraagd van waarom. Mijn grootvader zei, waarom heeft onze lieveling mij niet gehaald? Oude man. Ja, en dat moet je dan toch op een gegeven moment een plaatsje geven. Nou, ik heb het verhaal al verteld, elke week. Nou, sommige mensen kunnen dat ook niet begrijpen. Waarom? Het is al zo lang geleden en ga maar door. Ik zeg, nou moet je gewoon je mond dicht houden, lijkt me veel beter. Nee, maar ik wil dan op mijn manier zeggen, daar heb je geen flikker mee te maken. Het is toch, dat is iets voor jezelf. Wat wij, datzelfde geldt van mijn vrouw, voor Jean, die gaat er vanmiddag weer met Jean-Pierre. We hebben nog een zoon, Jean-Pierre, naartoe. En dat is een nakomer, Jean-Pierre. Maar die gaat trouw elke keer mee naar Hans. Als je mijn moeders vrijdagsmiddag boodschappen gaat doen. Ja, wat zoekt, dan praten we even met hem. Als ik alleen ben, iets langer. En dat geeft mij zo'n fijn gevoel. En dan zeg ik, het ziet toch allemaal weer keurig uit, jongen. De bloemetjes water, maar dat is in de winter hetzelfde. Ik heb al verteld dat Geert daar ook ooit mee helpt als ik het een andere vorm wil geven. En noem maar op. Ja, dan gaan wij weg en dan zeggen we tegen elkaar van, dag Hans, als we bij de poort zijn. Dat is het eigenlijk. En dan hebben wij, ja, dat geeft ons een goed gevoel. Niet, wij weten ook wel dat Hans daar. Hè, want we hebben nu ook op een voorstel van Jean-Pierre. Hè, want, sorry. Dat ik zeg van, ja, hoe moet dat straks? En ga maar door en dit en dat. Toen zegt hij, pa, dat is dan niet zo moeilijk. Hij had er even over opgebeld. Hij zegt, jullie willen allebei gecremeerd worden. Ik zei, dat klopt. Ik heb alles al trouwens op papier gezet. Uiteraard moet Pavarotti klinken. En, hij zegt, dan
ik heb gebeld, kost 250 euro voor twee personen. Dan laat je die urnen langs het kruisje van Hans zetten. Dan komen wij automatisch, als jullie er niet meer zijn, hopelijk ben je er nog heel lang. Maar dan zijn we A bij onze Hans en B bij jullie. Nou, dat vond ik een geweldige oplossing van hem. Dat heb ik ook mee vast laten leggen. En waarom niet? Daar zijn we toch voor. Jullie vroegen dat. En dan ga ik nu zeggen, dit mag je niet vragen, dat mag je niet vragen. Je mag met mij alles, want er is daar niks verkeerd aan. Dat wij zeggen dat we graag... Ik ben aan het fietsen. Ik ben naar de therapie. Ik heb 2 keer een nieuwe linkerknie. Niks aan de hand hoor, stel niks voor verder. Maar dan kom ik langs Vlokhoven, wat ik net zei, waar mijn tante een cafeetje had, maar er is ook het kerkhof. Dan ga ik naar Bert Oosterbos. Dan ga ik even bij Bert kijken. En dan, ik kan daar niks aan doen. Niet dat ik graag naar een kerkhof ga, maar dan ben ik er toch. Ja, en Gerard die ligt daar schuin tegenover. Die had alles van de wielersport, jullie ongetwijfeld ooit gehoord. Die had een huis van 3 verdiepingen, dat was alleen maar... Die kinderen zeiden, oh wat een rotzooi, onze pa, we laten wat wagens komen. En, nou, iedereen die er iets van wilde hebben, die heeft dat nog kunnen halen. Ik fiets de andere kant op en ja, ik weet niet. Sommigen zien mij en die mij in mijn tijd hebben zien boksen en noem maar op. En ik dacht van die Peters, dan moeten mij, hoef er mij niet uit te kijken. Ik zal nooit aan iemand, of ja, ze moeten aan mijn vrouw of weet ik veel, komen nooit af te nemen. Ik kan me iedereen door een deur. Maar ik heb ook een klein hartje, want ja, ik heb ook wel hetzelfde als dat zingen in de kerk van dat Ave Maria. Ook gevraagd, zou jij iets qua wijdenis? Ik heb bij Qua bij de Kist gesproken, bij Kees Koot. Ik kan een hele reeks onlangs nog bij de masseur Piet Sanders. Die mensen die wel ook, die zeiden, ja, wij weten dat allemaal. Had verder geen van hebben Geert en ik. Want Geert begint ook goed. Ik zeg, neem dat maar over. Hebben we bij Piet gesproken. Jan Schaap was een goede wielrenner. Hetzelfde verhaal. Frank Moons. Nou, dan rij ik even naar dingen, daar naar Mierlo. En dan ligt Frank begraven. Dan denk ik, ik kan nog wel even stoppen. Schuin tegenover hem ligt Jos van der Vleuten. Nou, dan doe ik een beetje groetje bij Jos. En zeg ik, mannen, als het God belieft, zien we elkaar nog. Een van de grote mannen, de grootste man hierachter, is helaas, ik dacht een maand of 4, hang me daar niet aan op, overleden, woonde in Veldhoven, was directeur, mededirecteur van bouwbedrijf Verzandvoort, CQ Sankomei, dat installatiebedrijf, Harry van Lieshout, helaas, zeg ik al. Een betere organisator heb ik nooit van mijn leven meegemaakt. Jan Giesers was erbij betrokken, maar ja, Jan was ploegleider van PDM, dus je begrijpt het al. Toen we dat criterium in de stad hadden voorafgaand, dat we over het Stratums eind fietsten, ik stond aan een microfoon, maar s'nachts gingen die kroegen uit, dat is wel leuk, en stond Jan Giesers, de ploegleider van PDM, en Jan Peters, de microfonist van dienst, die enkele uren daarna aan de micro moest staan, allebei in ons spijkerbroekje, een grote bezem, het glas weg te vegen. We stopten halfweg en we keken elkaar aan. Ik zeg, Jan, zijn wij nou hartstikke gek? Of, ik denk dat wij hartstikke gek zijn, zegt hij. Maar ze zullen dadelijk wel fietsen. Het erge, ik haal er wel eens ooit meer aan, is dat je telkens moet zeggen van Weilen. De voorzitter van de UCI was een man uit Helmond. En die belde mij op en die zegt, Jan, jullie houden nogal van een tijdrit. Ik zeg, ja, daar houden wij van. We hadden alles georganiseerd. Hij zegt, als je daar nog wat groter op gaat zetten, dan word je wereldbeker. Maar je zou daar John van den Akker over kunnen aanspreken. De meeste renners, 98%, die hebben een gruwelijke hekel aan een ploegentijdrit. Maar Jan Giesbers, die had de 4 wereldkampioenen, hè? In 78 de mannen, die ik hier ook uitvoerig heb mogen huldigen. En ik denk, nou, ik ging mijn voelhorens uitsteken. Ik zeg tegen Adrianus van der Poel,
Ik zeg, Adrie, zo en zo. Hij was nog goed en hij is nog goed, hè, aan de goede. Ik zeg, Adrie, wij kunnen wereldbeker worden. We gaan een ploegentijdrit organiseren. We hebben zelfs al een naam, de Grand Prix de la Libération. En noem op. Wat zou jij uit jouw vakgebied, je bent nog volop coureur. Hoe lang zouden wij die tijdrit moeten maken om het interessant voor de mensen en noem maar op te maken? Dan ben ik gauw maar klaar, Jan, zegt hij, 14 kilometer. Ja, dat is geen grapje wat ik nou vertel. Ik stond perplex, ik zeg 14 kilometer. Weet je wel waar dat is, een ploegentijdrit? Zo, hè, zegt hij, hè. Ik zeg, ja, dat weet ik goed. Ik zeg, ik vind het schitterend onderdeel. Hij zegt, 14 kilometer. Ik denk, ja, maar dat gaat het natuurlijk niet worden. Dat is nou logisch. Hè. En als je de foto's nu van de huldiging ziet, dan zie je Wilco Zuiderwijk. Die had toen als amateur met de ploeg toen van hen, die wonnen ook. En die zie je zo tussen de dokter van dienst hangen zo. Helemaal uitgewoond. Alles kwam kapot over de meet, maar we hadden alles aan het vertrek. We hadden de grote namen, noem maar op. Het was een en al succes, maar wij zijn diezelfde, Harry Vlieshout en mijn persoontje, wij zijn naar Bergamo geweest om daar een vergadering waar alle ploegleiders verzameld waren. En daar moest dan gestemd worden. Nou ja, wij ons sterk gemaakt voor dit en dat. De organisatie die was vlekkeloos, zeiden ze allemaal. Maar die renners wilden niet meer en die ploegleiders ook niet. Die zeiden van, ja, het is mooi. En toen ging het er maar om wat dan voor de wereldbeker telde. Toen waren we helemaal gezien. Maar toen regel ik weer met die toenmalige voorzitter van de UCI. Dat we ons eerste veldrit op de Karpendonk, waar ik vorige week zat te mijmeren. Dat we daar ook meteen wereldbeker waren. Dus het is wel, organisatorisch was het heel goed in Eindhoven. En nu is er niks meer. Dan wil ik wel hebben dat duidelijk wordt, in Eindhoven is op het gebied van wielrennen niks meer. Alleen hier, ons clubhome, de geweldige cyclist. Nee, de renners wilden het niet meer, de ploegleiders al helemaal niet meer. Ze wisten dat Nederland ijzersterk was in de ploegentijd rijden. Ja, de ploeg van Post won, ja, dat is niks nieuws wat ik jullie nu vertel. Dat was gewoon super. En dat doet mij wel pijn. Eindhoven is een verzameling van dorpen. Gestel, Strijp, Woensel, Tongeren. Overal hadden wij een wielerom. Overal. Met als apotheose in de binnenstad. Het grote gebeuren. Eerst het criterium, weet je wel. Raas aan het allemaal wereldkampioenen draaien. Bert natuurlijk. Bert Oosterbos en Gerry Kneteman. Nou ja, noem maar op. Alle toppers, ook buitenlandse toppers. En het een van de mooie dingen toch is wel dat ik een telefoon, of mijn vrouw in eerste instantie, een telefoontje kreeg van Coat en de Bie. In dit geval Coat, want Jan dacht nog dat ze Kees en Hans Coat aan de lijn had. Nee, mevrouw had gezegd, ik ben van Coat en de Bie, dan moet uw man hier naartoe komen doen. Ik denk niet dat hij dat doet, zei Jan. Dus toen heb ik hem zelf gesproken. Ik zeg, dat hoeft niet. Als jij zegt van, wij rijden voor Netorama, zo heet hun ploegje, met tweeën. En ze hebben opname gemaakt in de omliggende dorpen. Leo van Vliet meldde me vorige week nog. Jan, weet je nog, de valpartij op jullie parcours met de ploeg van Netorama, met die gekke Coat en de Bie. Zeg, ja, dat weet ik nog goed. Hij had Leo met wat mannen, met Bert en zo in elkaar gezet. Dat ze zonder ongelukken een valpartijtje in elkaar zetten. Daar ben ik wel een beetje, ik gebruik het woord niet graag, maar trots op dat ik die. Het kostte zo gigantisch veel geld, ook nog. En dan krijg je die tegenwerking dat de heren niet meer willen. Ja, dan kun je dus denken van, maar dan ga je toch weer iets anders proberen, hè, om die wielsport weer te laten floreren in Eindhoven. En dan zeg je tegen elkaar, maar we hadden toch maar Fignon, een van de grote wielersterren, werd nota bene in Eindhoven gepakt voor Enfendrine. Ja, nou, dat is belachelijk dat het op een lijst staat. Maar om maar een voorbeeld te geven. Die hadden we ook gewoon aan het vertrek. We reden hier rond met die Italianen en het is niet meer.
Ja, dat is een goede vraag. Waarom zijn die zo... De sport leent er zich ook voor. Voor om toegankelijk te zijn. Je staat met je kinderen, zeg je al, te kijken bij de Grand Prix de la Libération. En als je dicht bij het vertrek staat, dan komen ze langs je neus. En als ze aankomen en toevallig stopt er eentje wel, dan is hij meteen, ook al is je nog zo kapot, aanspreekbaar en noem maar op. En ja, ik ben dus een sportliefhebber, sport in zijn totaliteit. Maar toegankelijker als wielrenner kun je bijna niet zien. Maar nogmaals, de sport, die leent er zich erg voor. En deze mannen hebben besef van, deze mensen, die voetballers hebben ze trouwens niet, die betalen voor ons. Hè, en daar moeten wij van leven. Want Jan Jansen wint de Tour en moet gewoon elke dag na de Tour, dag in, dag uit, van Maastricht naar de nacht van Peer. Die heb ik ook dik zat gedaan. De profronde van Lommel, boven de Gouden Pijl van Emmen met zijn autootje. En daar centjes te verdienen. Het Jan het altijd over gehad. Hij zegt, dat is veel meer afzien als een klassieker winnen. Ik heb net zoveel ellende van gehad als wie ook. We voelden ons opgesloten. We hadden ons leven. Hadden we niet meer de sport. Je zag mee en dan wel een wedstrijd op tv. Overal in elk land, behalve in Nederland. He, om een voorbeeld te geven. En natuurlijk niet te vergeten onze jonge renners en rensters. Dat zijn junioren mannen. Die hebben nog geen koers gereden in anderhalf jaar tijd. Maar die moeten dadelijk wel gewoon elite worden. Vroeger klonk voor mij veel beter amateur. Ja, de wielersport die is enorm veranderd. Het materiaal, niet te vergeten, hè. Als je nu nog ziet de tijd van Briekschotten en die mannen, hè, als ze naar boven moesten, dan moesten ze het wiel omdraaien. En alles, nou hebben ze maar tik, de schijfremmen, de gamma door. Dat is een enorme evolutie geweest, dus nou heb ik het alleen maar over het materiaal. De voeding, kijk naar onszelf, hoe de mensen er vroeger uitzagen en nu. In de sport heeft dat zo'n grote vlucht genomen. En natuurlijk, als ik ooit zo'n praatje hou, dan zit er altijd wel eentje binnen. Ja, en de doping. Ja, luister, je bent natuurlijk een kleuter als je zegt dat gebeurde niks. Dat is gewoon. En, maar ook dat is op het gebied met doktoren. Iedereen heeft een ploegarts, ga maar door. Dat is allemaal veel en veel beter geworden. En ja, als je al die dingen bij elkaar telt, dan kan het ook. Hè, dat ze nu in een tijdrit 6,57 gemiddeld rijden in een individuele tijdrit. Daar kijken wij niet meer van op. Maar weet je wel wat het is? Van de week zat nog een stuk in de krant. En dat speelt al langer. Dat echte topsport niet gezond is. Er wordt zoveel gevraagd van het menselijk lichaam. En iedereen wil sneller, wil beter, wil ga maar door. Maar dit hartje van jullie en van mij, dan moet het wel allemaal aankunnen. Zie weer van de week met het EK voetbal. Vreselijk. Maar verder de betere wegen. Nou gaan ze Potjan Dridori daar in Italië en zo weer zandwegen en toe. Oh, wat mooi. Nou ja, van mij niet hoor. Ik bedoel, jij zit er een keer bij. Je rijdt lekker en je bent gezien. Want daar zit je in de motor met twee wielen achter en dat is al. De Strade Bianchi, nou daar heb je een heel goed voorbeeld. Goed zo. Daar heb je een heel goed voorbeeld. Ook ik kijk er naar uit. Als die koers is, ik vind dat mooi, daar gaat het niet om. Maar het is niet. Het is allemaal toch al zwaar genoeg. En het wordt steeds moeilijker voor de mannen om een fatsoenlijk goed parcours te vinden. De obstakels op de weg die je tegenkomt, dat je hart vasthoudt en dan denkt, Potjan Dridori, hoe kunnen ze dat goedkeuren om in de laatste 300 meter nou een vluchtheuvel te leggen? En, en dan die waanzinnige snelheden die we op dit moment zien. Ja, maar ja, je zal het altijd, de monumenten die blijven bestaan, de Ronde van Vlaanderen,
noem maar op, misschien dat jullie ook wel eens ooit mogen gelopen zijn in de Waalse Pijl. Naar de Wingen, nou, ik wou kijken, Pot toen ik boven was. Jas van de Vleut, die leefde nog, die zat ook boven. Dus Jas zegt, godverdomme, dat is toch een serieuze klim, hè. Maar ja, wij hebben nu dan op dit moment Anne van den Breggen en die heeft er nog geen erg in. Dat klopt, als je Parijs-Roubaix bekijkt, hè, in het geval met zijn knie. Maar dan denk je toch, als mens en als wielerliefhebber, denk je van, ja, hoe is het begot mogelijk dat mensen dit leuk vinden? Ik heb het dan over de deelnemers, hè, over de coureurs. Maar er zijn er dus bij die, ja, die leven daar helemaal naartoe. Na die Parijs-Roubaix en ik ben het boekje aan het lezen en heeft hij me toegestuurd. Wat eruit spreekt uit die man, dat hij er gewonnen heeft, dat is bijna onvoorstelbaar. En ik blijf erbij, die wedstrijd zal altijd blijven bestaan. Die hoort bij de grote monumenten. En in België hebben ze de hoogmis. Onze Amstel Gold, ja, dit jaar was het eigenlijk een criterium, maar goed. Is ook een prachtige wedstrijd. Ik heb hem misschien wel 15 jaar meegemaakt. Je bent liefhebber, maar dan kun je, sommige mensen, kijk de baan, ik zie graag, en zeker met onze man in Lijksgestel, snelste man ter wereld. Toen hij daar gehuld is, zijn Sjan en ik er geweest. We stikten van de kou, want het was hartstikke koud. Maar als je dan ziet dat heel zo'n dorp uitloopt voor zo'n jongeman. Ja, geweldig, fenomenaal. Ja, hoe ga je daarmee om? Dan kun je op een gegeven moment zeggen van, nou, ik heb het wel gezien. Maar ik zeg al, ik was toen voorzitter van het camperklassement. Dus dat werd geacht of ik deed dat gewoon. Ik had een fantastische, geweldige samenwerking met Babydump. Die jongens van Babydump, ja, die hebben echt veel gedaan voor de wielersport. Dat was onze hoofdsponsor. En nu hebben we dan Dirk Bellemaker. Super, geweldig. Gewoon op de oude manier doorgegaan en alles. Hoe ga je daarmee om? Marien die kreeg wat wedstrijdjes. Ik zeg al, een tijdje dat ik ploegleider was, was ik er toch al, sorry, even tussenuit. En ik deed alle klassiekers, wat Rien nu ook bijna allemaal doet. Hij doet dat gewoon hartstikke goed. Twee tegenpolen, dat is altijd het mooiste, vind ik. Ik met mijn enthousiasme en mijn noem maar op. En Rien met zijn tot in de puntjes kennis van dit en dat en noem maar op. Ik denk de cyclist, ja, dat ademt wielrennen. Deze mensen hebben ons geweldig behandeld. Wij zijn elke vrijdagmorgen, daarom keek ik net al. Hè, normaal, we zitten met gemiddeld zo tussen de 15 en de 20 mensen. Kopje koffie, een beetje slap lullen. Veel wedstrijden die gewonnen worden door bepaalde lieden. En dan zegt Jan Peters, ja dat klopt, dan heb jij gewonnen. Maar Frank Kersten, niet met twee ronden voorsprong, de gele trui in Duizel. Een ronde had hij nodig vlug, want daar heb ik met Theo Komen nog een keer aan de micro gestaan. In de gele ben ik ook, ja, dat vind ik ook wel fijn. Zo, dat is ook uit. En ik zeg, toen ben je teruggereden op een groepje. Wat, en dan begint het, nee, ik had twee ronden. Kersten ook nogal, zulke dingen, dat is gewoon leuk. Dat Frans Bruining staat bij jullie in de uitzending zit. Geweldig, waar denken Oosterbos en Peters aan? Aan Bertie daar, die Bos rotzooi in zijn achterwiel gooit. Want ik zat erop te kijken met die uitzending. Ik denk, Frans, dat gaat het dan niet vertellen. Hè? Ik zou het wel leuk vinden, maar om zoiets aan te halen. Ja, dat ik vind dit, ja, dat vind ik leuker. Dit is wielrennen en dit is, ja, dan ook nog dat nieuwtje van die baan erbij. Van Sloten en zo. En ik denk, ach, misschien vinden jullie het ook wel leuk om dat hier te doen. Ja, dames en heren, we zijn hier vandaag bij elkaar voor de eerste uitgave van het criterium van het bekende wielercafé in Eindhoven en verre omstreken, namelijk de cyclist.
we zijn zoals altijd op een geweldige manier ontvangen. De rugnummers zijn uitgereikt. En we gaan dadelijk kijken. Het zal een kort rondje worden van ongeveer een 180 kilometer. En wie zich hier gaan manifesteren als de eerste winnaars hier van het grote wielergebeuren bij de cyclist. Het gezellige, aangename wielercafé. Een van de deelnemers, ik pik er zomaar wat uit, bekend, wereldberoemd van Diekirch Valkenswaard, waar veel zweet gevallen is, maar een prachtige organisatie, is Anne-Marie Kems en Peter Kalp. Twee die dat al veel meer gedaan hebben en zo, die eigenlijk ook continu bij elkaar in het wiel zitten. En zo zullen we nog wel wat meer tegenkomen. Ik zie dat ook Leon Kleve van de partij. Dag Leon, geweldig natuurlijk, bekend van de omloop van Valkenswaard. Een nog niet zo lang bestaande wedstrijd, maar die uit gaat groeien tot een grote, grote klassieker, meetellend voor allerlei klassementen. Leon, en dan denk ik natuurlijk aan zijn vader Gertje Kleven, waar ik honderden wedstrijden mee gedaan heb. Hij was niet groot, hij was klein van stuk, maar het was een fenomenale, formidabele man. A, als jurylid, maar B, vroeger ook als coureur. Piet Gijsers, wie kent hem niet? De journalist Piet, leuk dat je meerijdt hier vandaag. Geweldig ben ik daar. Piet, prachtige boeken geschreven. En dat niet alleen, maar ik wist niet dat hij ook kon fietsen. Gaan we vandaag allemaal zien hier bij de cyclist. Ik zie Theo van Zandbeek, onze hoffotograaf. De man die een verzameling heeft, daar word je duizelig van. En die mij laatst, en dat is helemaal waar, zegt je moet bij mij even iets ophalen op een stikkie. En daar had hij een dikke 500 foto's van mij op. Ik snap niet waarom, maar goed, dat had hij. En bij elk grote wielergebeuren, daar is hij present. Hij is trouwens ook dikwijls vrijdags hier in de cyclist bij onze club. Rien van Oorik, de man die mij opgevolgd is. Rien, ik snap niet dat je gaat riskeren om hier vandaag die eerste ronde van de cyclist mee te rijden. Verbeer dat je ten val gaat komen, dan zou ik weer opnieuw aan die microfoon moeten. En dat ga ik toch echt niet meer doen, Rien. Rien is een geweldige vakman, ook een beminnelijk mens. En daar gaan we nog jaren plezier van hebben. En misschien vandaag ook. De omloop van de Kempen, ja, dan zeg je ook Henry van den Bigelaar natuurlijk. Ook Henry vandaag hier in het peloton. Henry, man, ja, toch dikwijls ook maar een beetje zo schuifelend door achtergrond. Maar een man die onmisbaar is in een organisatie als de Omloop der Kempen. Waar ik fenomenale, fijne herinneringen aan heb. Ik heb er zelfs een klok van in de keuken hangen. En dat was de laatste klok die er nog was. En hij loopt nog steeds. Dan oud-coureur en wielermakelaar John van den Akker. John, dadelijk wel een beetje rustig aan dat die mannen ook de kans hebben om even voorop te rijden. John van den Akker, een schitterende erelijst. Formidabele organisator. Man ook die een prachtig gezin heeft en die ook veel tijd gestoken heeft in die omloop van de Kempen. En die prachtige herinnering, ik ben 3 weken geleden nog bij Jan Giesbers geweest. U kent het verhaal allemaal natuurlijk van Jan. En John die daar in de ploeg gereden heeft. En niet zomaar gereden, maar een geweldige coureur. We hebben ik ben wel eens ooit tot de orde geroepen door een politieman. En wie kun je dan beter hebben als Jacques de Klerk, de oud-politiechef, altijd present om maar iets mee te doen. En die voordat de heren die deze opnames maken, konden zeggen, zou je mee willen doen? Had hij al ja gezegd, dat doe ik natuurlijk. We hebben, dames en heren, een oud-coureur en naamgever van het Belisol-klassement. Ja, daar kom ik bij onze Dirk. Man die de Ronde van Italië gereden heeft. Die ik 2 keer na de meet heb mogen praten in zijn eigen Leidschestel. A, bij de juniors en B, bij de elite. Formidabele man, dames en heren, die een schitterend bedrijf heeft opgebouwd. En ik moet het een beetje rustig aan doen, want ik word weer te enthousiast, begrijp ik. Dirk, ik hoop dat je nog lang onze naamgever van het Belisol-klassement, Belisol Eindhoven, mag blijven.
we hebben natuurlijk mijn vriend, de man Ronde van Leijsvestel. Dan zeg je natuurlijk tegen zijn vader Wil Bellemakers. Hij had een prachtige baan bij Bavaria. We hebben samen ook heel wat Bavaria naar binnen gewerkt, Wil en ik. Wil is ook jarenlang, ik deed dat ook nog even bij heren, de neutrale wagen van Jan van Erpreet. In alle grote klassiekers, in de Amstel Gold, noem allemaal maar op. Is Wil jarenlang met mij meegereden. Peter Vlieshout onder andere. En Wil nog steeds dus de voorzitter van het organisatiecomité van de Ronde van Leijsvestel. Ook een voortreffelijk wielrenner geweest. Hij zegt niet veel, maar als je wat zegt, dan zegt hij ook iets, dames en heren. Heb ik het over de voorzitter van de grensrijders, Tour en Wielerclub de grensrijders. En dat is natuurlijk Frans Poppeliers. Frans, stille kracht achter het hele gebeuren. Maar ook weer zo'n man die een wielerbaksel bij zich draagt. Een koppel. Ik zie ze hier naast elkaar staan toevallig. Dat valt ook niet op. Ze zijn ook hier aan het vertrek vandaag. Erik Peels en Henk Verhoeven. Henk Verhoeven, de leider van de werkploeg in de Holland Ladies Tour. Ik heb hem al die jaren daarin meegemaakt. Maar niet alleen daar, maar ook in alle criteriums natuurlijk. Ook een geweldige liefhebber van vrouwelijk schoon. En dat is alleen maar een teken dat hij gezond is. We hebben dan Erik Peels, ook die heeft jarenlang deel uitgemaakt van de neutrale materiaalwagen Jan van Erp. Erik, ook een politieman die één keer is op moeten treden, weet ik nog, in Leijsvestel tijdens de wielronde. Maar dat bekwaam en op een goede manier heeft gedaan. Veldrijdster. Als we het over veldrijden hebben, dan kan Maud Kapteins natuurlijk niet ontbreken. Maud die dreigde naar de wereldtop te gaan, is toen het een en ander tegengekomen. Wat maakt allemaal niet uit, want ze is gelukkig weer op de weg terug. Ik heb er grote verwachtingen van voor het komende veldrijdseizoen van Maud Kapteins. Een naam met klank, dames en heren. Ja, dan een geweldige man, dames en heren. Aunt, mountainbiker en Olympiaganger. Dan hebben we het natuurlijk over Rudy van Houts. Rudy die een machtig mooie carrière heeft. Ik heb hier nog een hele tijd de toestand gedaan. Waar ze dag en nacht doorreden in Eindhoven, hier in Nuenen eigenlijk. En daar zat een klim in. En daar heeft Rudy een tijd neergezet. En dan zou iedereen daar een poging wagen om die te verbeteren. Is natuurlijk nooit gebeurd. Even zomaar een zinnetje erbij. Rudy is een voortreffelijk medewerker bij Dirk Bellemakers op de zaak. Joop Glas. Ja, Joop Glas. Oud-coureur. Tijd van Geert Oosterbos, Tony van Intem, Hans Koot, noem maar op. En de Van der Heijders natuurlijk niet te vergeten. Joop Glas, daar kan ik verder weinig van vertellen. Heeft nog lang in die andere bond gereden, maar reed altijd in het voorste gedeelte van het peloton. Hans Daams, prachtige wielerzaak, net over de grens in België. En ik opende altijd het seizoen met die wedstrijd daar. Ben ik toch even de naam kwijt, Petertje wordt ouder. Daar was Hans wedstrijdleider. En op een gegeven moment, nadat ik er een stuk of 7-8 gedaan had, was al vreselijk koud. Mooie dingen met vuur erin. En niet te vergeten, met een heerlijk glühweintje erbij. En de burgemeester, ik moest voor het peloton komen van de Gildebroeders die daar speelden. En ik werd daar gehuldigd, want ik deed dat al zo lang volgens hem en na zijn goeddunken. En ik kreeg daar een grote ketel aangeboden met het barbecue spullen en weet ik allemaal. Ik heb een klein autootje, ik weet nog niet hoe ik thuis gekomen ben, maar heel erg vriendelijk van deze mensen. Ja, dan Aniek van Half, veldrijdster Aniek, de coming, hè. Ik heb daar hele grote verwachtingen van. En ik denk ook dat ze het waar gaat maken. Een grote talent en nogmaals het veldrijden mateloos populair. Frans Bruinings, ik zag hem in de uitzending van Kempen TV. Frans met zijn, eerste man die reed met een dicht achterwiel, maar dat had hij te danken aan wijle grootmeester Bert Oosterbos, de tweevoudig wereldkampioen. Frans die daar
Op een gegeven moment dacht ik, ga ook eens op kop rijden. Ja, dat vond natuurlijk Bert Oosterbos niet helemaal juist. En ze hadden net gemaaid, dus die pakte een grote bussel, wierp hij in het achterwiel van Frans. Gelukkig een voortreffelijk mechanieker ook, Frans Bruinings. En zodoende ontstond het eerste dichte achterwiel. Rob Kuiper, snelle wiel Bladel, ja, met Rob. Met al die geweldige mensen hebben fantastische organisaties neergezet. Ik heb er aan de micro gestaan met het kampioenschap van Nederland voor ploegen. Jan van Erp won daar uiteraard. Ja, ik ben een beetje Jan van Erpman, kan ik ook niks aan doen. En een wielervereniging waar ik diep respect voor heb, die grote mooie dingen gedaan hebben. Amy Cox, mountainbike talent. Nou ben ik niet helemaal op de hoogte van de mountainbiken. Ik vind het mooi om te zien. Ik vind het ook mooi dat Poeleke daar Olympisch kampioen wil worden. En ik wens natuurlijk Amy alle succes van de wereld toe in het mountainbiken. Hans Boudouin, Hans Weld, snelle man van de tegenlander Jan van Erp. Man die zich als hij de rug konde verschrikkelijk hard kon aankomen. Hans oud-coureur, ook nog even in andere zaken wat de wielersport betreft. Kortom, Hans Boudouin was een topper. Ook nog ooit hier in de Ronde van de Binnenstad van Eindhoven. Het dak van Nedersel, meest uitdagende mountainbike parcours van Nederland. Ja, ik werd net even gememoreerd waarom ik een benaming had voor de Mijl van Marres. Ja, dat hebben ze dus ook, heb ik me laten vertellen, voor Nettersel. Want als je moet niet Nettersel zeggen, zeggen ze dan Jan. Maar je moet Nettersel zeggen, Cas de Geest. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik zit weer bij het mountainbiken. Ik wens Cas alle succes toe. Ik heb wel begrepen dat het ook een talent is. En hopelijk gaan we daar grote dingen van zien. Het mountainbiken. Prachtig onderdeel ook van de wielersport. Ik kom als laatste, denk dat het ook bij de inschrijving weer fout gegaan is. Want hier staat Jan Peters, Nestor van het wielrennen. Dat was ik. Ik dank u heren voor de benaming. Ik denk niet dat ik hem rap zal vergeten. Ik vond het heerlijk dat met u beiden te doen. En nou kijk ik even niet in de camera. Super, geweldige, goede vragen gesteld. En geweldig leuk samengewerkt in de omloop van de Kempen met de berichten dat ik dan even mijn mond moest houden. Maar helaas, dat valt niet mee. Ook u, voortreffelijk gewerkt. En ik hoop dat u het ook naar uw zin hebt hier in de cyclist. Inmiddels komen de mannen binnen, dames en heren. Het is toch John van den Akker die alleen weggereden is. En die op een geweldige manier hier gaat winnen in het eerste criterium van de cyclist. Dit was Jan Peters. Goedemiddag.